Café Weltschmerz en mijn naam is Paul Cliteur en mijn gast vandaag is Floris van den Berg. Floris van den Berg is filosoof in eerste instantie, denk ik. Hè? Ja. Maar je bent ook Japanoloog, maar dat is een beetje van langer terug. Maar we gaan vandaag spreken over een nieuw boek van jou. Ja. Een boek wat op het punt staat om uit te komen, wat nog niet uit is, maar wat ik wel in de drukproeffase heb mogen bestuderen. Ja. En dat boek dat heeft een oolijke titel. En die oolijke titel dat is De Oolijke Atheïst. Ja, dat klopt. En dat maakt deel uit, Floris, van een serie boeken die je schrijft, waarvan er tot nu toe twee andere nog verschenen zijn. Dit is de derde, als ik het goed heb. En de andere boeken met vergelijkbaar titel zijn De Vrolijke Veganist, De Ethiek in een Veranderende Wereld en De Vrolijke Feminist. Dus veganisme, feminisme en nu atheïsme. Waarbij dan ook nog bijzonder is dat je het nu niet de vrolijke atheïst hebt genoemd, wat je zou verwachten. Waarom is dat? Ja, dat is een anekdote, omdat bij mijn uitgever Houtkiet, daar is dat boek bestaat al, De Vrolijke Atheïst, door Jean-Paul van Bendegem. Dus daar hebben we er oolijk van gemaakt. En daarover nadenken vonden we toch ook wel erg leuk om... oolijk is dan nog met een kwinkslag vrolijk. Dus dat is wel, vond ik echt... Wacht even. Dus iemand die vrolijk is, is vrolijk, happy, gewoon blij. Gelukkig, blij. En oolijk zit een kwinkslag in van dat het ook van grappig kan zijn, maar met een denkend. Ja, oké. Dus oolijk is nog weer met een... Eigenlijk is het beter. Eigenlijk zouden die vrolijke boeken zouden moeten worden heromgedoopt achteraf tot oolijk boeken. Misschien eigenlijk wel, ja. Maar waarom is het... Waarom heb je die boeken gepresenteerd met dat vrolijke daarvoor? Heb je dan ook de nare, de pessimistische, de chagrijn, heb je ook de chagrijnige veganist en de chagrijnige feminist en de chagrijnige atheïst of zo? Nou, dat heel veel mensen hebben vooroordelen met de termen die ik gebruik. Veganist of atheïst of feminist, veganist en atheïst. Dat iets negatiefs is. En ik wil dat presenteren als iets positiefs, omdat ik als filosoof streef naar een betere wereld, naar een vrolijke wereld, en dat dit ingrediënten zijn voor die vrolijker, betere wereld. Ja. Dus eigenlijk dat het ook een positieve boodschap is, die ik, terwijl het in eerste instantie misschien lijkt alsof het iets negatiefs is, maar het is iets positiefs. Ja, een dus vrolijker wereld. Dus die feministen, dat zijn niet allemaal mannenhatende zeurpieten in tuinbroeken. En die veganisten, dat zijn niet allemaal Calvinisten die alleen maar de vleeseters haten. En de atheïsten zijn niet de mensen die alleen maar negatieve gevoelens hebben over gelovigen en alleen maar iets negatiefs willen. Daar zit een positief in. In al die ideologieën, want dat zijn het eigenlijk. Ja, het veganisme, feminisme en atheïsme. En al die ideologieën, daar zit iets heel positiefs ook. Het positieve zit erin. Ja. En dat kan je samenvatten als het streven naar een wereld met minder leed en meer geluk. En met zoveel mogelijk waarheid en met zoveel mogelijk ontplooiing voor zoveel mogelijk individuen. Dat is het hele programma. Dus jij stelt je op het... Ik moet nu denken aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Hè. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal and in possession of certain inalienable rights. Ja. En dat zijn dan life, liberty and the pursuit of happiness. Ja. Aha, daar zijn we dus. Dus je bent behept als mens... Om wezens. Ik begrijp. Daar moeten we ook zeker moeten we het over gaan hebben als we straks ook de veganist nog toelichten. Maar als vanuit jouw perspectief wezen dat behept is met de gevoeligheid voor pijn, hè, wat John Stuart Mill noemt een sentient being. Ja. Als sentient being heb je bepaalde belangen waar rekening mee moet worden gehouden. En zo'n belang is een zoveel mogelijk pijnvrij leven. Wat weer bijdraagt aan je welbevinden, je geluk. Ja. Er zit dus een inbalans in. Je kan streven naar zoveel mogelijk geluk. En streven naar zoveel mogelijk vermijden van pijn. En ik focus als ethicus
Primair, ik ben een slachtofferdenker. Dus het gaat mij om slachtoffers, dus wezens die lijden, om ze van het leed en de onderdrukking te verlossen. Wacht eens even, dus jij bent, als we daar een Grieks equivalent voor vinden, je bent een aanhanger van Epicurus, je bent een wat men noemt een hedonist, ja. of jij gaat ervan uit dus dat geluk en welzijn, dat is het belangrijkste in het leven, dat moet je maximaliseren. Nou, dan zou je kunnen denken dat jij met allemaal leefregels komt voor hoe gewone mensen het leven zo aangenaam mogelijk kunnen zijn. Dat je allerlei tips daarvoor hebt voor hoe mensen het leven door kunnen komen. Maar jij zegt nee, dat is niet primair wat ik doe. Ik richt de lens van mijn belangstelling voornamelijk op een bepaalde categorie sentient beings. Op een bepaalde categorie wezens. En dat zijn de wezens waarvan je zegt, ja, die worden tekort gedaan. Die zijn slachtoffers in deze wereld. Die zijn slachtoffers van weer anderen. Ja. En dat klaag jij aan. Dus je bent ook een activist. Je wil bepaalde politieke veranderingen bewerkstelligen in deze wereld. Ja. Ja? En je wilt ook een verandering van het morele wereldbeeld. Wat mensen met zich meedragen. Je wilt de mensen van opvattingen veranderen. En daar draag je argumenten voor aan. Precies, dat is het programma. Ja. Ja. Omdat ik zelf vind, kijk, ik zit zelf in een geprivilegeerde positie dat ik gezond ben, in een rijk land leef, waarin ik de mogelijkheden gehad heb om het te ontplooien. Ik heb en te studeren. Ja. Ik heb een goede baan en een gezin. Dus mij gaat het voor de wind, allemaal gelukkig best. Ja. Maar we leven tegelijkertijd in een wereld met heel veel onnodig leed. En ik probeer het in mijn werk dus op te focussen, om op te komen voor degene die lijden in de wereld. Dat doe ik dan door het schrijven van boeken of andere activiteit. Maar dat is wat ik eigenlijk wil. Dus ik denk van, het gaat me niet om mezelf, want ik heb niks om te klagen. Het gaat mij om anderen. Bijvoorbeeld, kijk, ik heb de Odelijke Atheïst geschreven niet omdat ik zelf een afkeer heb, persoonlijke trauma hebben opgelopen van religie. Ik ben liberaal katholiek opgevoed. Ik heb er geen enkele last van gehad, geen narigheid. Maar het gaat mij om, als je wereldwijd kijkt naar dat religie, inderdaad, zoals ik het zeg, een molensteen is om de nek van de mensheid, dat het heel veel onnodig leed bij mensen teweeg brengt, ook omdat het mensen fnuikt in hun ontplooiingsmogelijkheden. En met name, dat zie je ook weer een link met dat vrouwen zijn nou vaak als eerste de slachtoffer van. Dat ik daarom wil opkomen. Dat mensen in onze samenleving niet doorhebben dat ze denken van, ja, dat religie, ik heb er zelf geen last van, dus laat het maar. Maar als je uitzoomt, zie je dat religie wel degelijk een van de grote obstakels is voor een wereld met minder leed. Mag ik het zo zeggen dat je constateert dat, als ik nou even die drie boeken als uitgangspunt, de twee vrolijkheidsboeken en het ene olijke boek als uitgangspunt neemt, dan is er een categorie wezens met gevoeligheid voor pijn. Dat zijn de dieren, of wat je kunt noemen de niet-menselijke dieren, die lijden. Die gebruiken wij al voor waar we ze maar voor willen gebruiken, eigenlijk. Hè. We eten ze op, we nemen ze alles af. We gebruiken ze als slaven eigenlijk. Zoals in andere historische perioden en trouwens tegenwoordig ook nog mensen als slaaf werden gebruikt. Zo gebruiken wij die dieren als slaven. Daar is een antwoord op. En dat antwoord is om te beginnen te stoppen met vlees eten. En dat is de boodschap van de vrolijke veganist. Nou, de boodschap van de vrolijke feminist is dat vrouwen ongelijk behandeld worden. En dat dat te maken heeft met een paternalistische mentaliteit. Ja. En die moet veranderen. Dat klaag je daarin aan. Ja. Maar dan zullen er heel veel mensen zeggen, ja, oké, nou goed, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dan die olijke atheïst, wat is er nou mis met geloof? Met religieus geloof. Geloof geeft zin aan het leven. Geloof geeft je een bepaald perspectief. Je hoopt dat je na dit leven nog je met je naasten, dat je die in een leven na dit leven tegenkomt. Dat weet
weet je misschien niet precies. Maar daar is toch helemaal niks op tegen om dat, om dat te hopen, Floris. Wie ben jij nou om mensen dat zingevingsperspectief uit het hoofd te gaan praten? Kijk, maar even twee dimensies. Eerst is de epistemologische dimensie van is het waar dat God bestaat, ja of nee? En als wij waarheid belangrijk vinden, en ik denk dat waarheid een fundamentele waarde is, dat we daar ook dat we niet zo makkelijk kunnen doen van ja, het is, laat mensen maar geloven. Ja, als liberaal kun je ze wel laten geloven, maar dat maakt het nog niet waar. En we hebben in onze samenleving we zijn wat te laks, springen we om met waarheid. Van laat iedereen maar de waarheid. Je moet ook. Kijk, in wiskunde zijn we heel erg duidelijk van, nou ja, 2 plus 2 is 4 en het is geen 5. Ja. En mensen die toch proberen zeggen, ja, dat is gewoon fout. En tegelijkertijd waarderen we mensen als het om religieuze onwaarheden gaat, dan zeggen we, ja, daar heb ik geen oordeel over. Of, terwijl er groteske onzin is om te beweren dat God bestaat, is net zoals beweren dat 2 plus 2 is 5, als je naar de argumenten kijkt. Ja. En dat doen wij niet, dus dat is één. En maar de andere kant, dat is één kant. Als we waarheid belangrijk vinden, ja, dan zullen we ook waarheden moeten zeggen. Dan zou je ook in de religie ook waarheid moeten nastreven. Ja, en dan heb je ook de morele plicht om wanneer mensen illusies aan het cultiveren zijn, om ze daarmee te confronteren. Ja, dat is één. Maar iedereen mag natuurlijk denken dat 2 plus 2 5 is. Prima, maar dat is niet zo. Maar mag je wel blijven denken. Ja. Maar als ethicus ben ik dus geïnteresseerd in religie. Inderdaad, omdat het dus een van die obstakels is voor de vrije ontplooiingsmogelijkheden van individuen. Oh ja. En nou net in Nederland, anno nu, valt het door de bank genomen historisch geen reuze mee. Mm. Er zijn dingen waar je heel druk over kan maken. Mm. En ook moet. Ja, maar wereldwijd gaan we ook doen. Maar wereldwijd gezien kan je nog steeds zien dat Nederland is een welvarend, gelukkig land. Hè? Met grote mate van vrijheid. Ja, en een grote mate van vrijheid. Voor alle. Ja. Mag ik je heel kort onderbreken? Want ik vind dat je nu iets heel interessants aan de orde stelt. Wat ik heel mooi vond ook in dat eerste hoofdstuk van je boek. Maak je een heel helder onderscheid. Ik ben vertrouwd met je werk. Ik vind trouwens dat je überhaupt heel vaak hele heldere onderscheidingen aanbrengt. Ook in dingen waar ik mezelf mee heb bezighouden. Zelfs dingen waar ik over geschreven heb. Je hebt een speciale gave soms om dingen heel systematisch dan onder in een paar categorietjes even terug te brengen. En dat had ik, toen ik dit las, hier ook weer mee. Jij zegt eigenlijk dat in de discussie over religie en atheïsten, dan zijn er vier belangrijke vragen die aan de orde zouden moeten komen. En die je goed van elkaar moet onderscheiden. Dat je niet door elkaar moet gaan halen. Want je kan best op het ene een heel ander standpunt innemen dan ten aanzien van een andere vraag. Jij zegt, de eerste vraag is, bestaat God? Ja. En dat is wat we dan met een moeilijk woord noemen epistemologie of metafysica. Hè, of wetenschapsfilosofie. Bestaat God? Dat is eigenlijk de eerste belangrijke vraag. Een tweede belangrijke vraag, heb je die God, heb je die nodig als grondslag voor de moraal? Ja. Dat is een wat is dat eigenlijk? Dat noemen ze geloof ik een meta-ethische vraag. Ja. Is God, dus heb je, als je een goed mens wil leven, heb je dan een morele overtuiging nodig die gegrondvest is in een religieuze opvatting? Derde. Vraag is, wat is de beste verhouding tussen de overheid en de religie? Dan kom je op het politieke vlak. Hoe moet de samenleving ingericht? Hoe moet de staat worden ingericht? Hè? En de vierde vraag is de inhoud van het goede. Leveren die religies je allerlei goede regels? Leveren die je aan of heb je die religie eigenlijk helemaal niet nodig? En die is een seculiere of niet-religieuze ethiek eigenlijk veel beter. Kijk, want het kan zijn dat God niet bestaat, theoretisch, maar dat het wel mogelijk is, in ieder geval theoretisch, dat religie positieve bijdrage levert aan de moraal. Ja, ik heb overigens de indruk dat laatste heel veel mensen op deze manier tegen dit soort dingen aankijken. Ik denk dat je als atheïst heel vaak hoort dat mensen zeggen van ja, Floris, je hebt natuurlijk wel gelijk, God bestaat natuurlijk niet. Maar
We zijn toch een christelijke cultuur. En als die christelijke cultuur zou verdwijnen. Ja, als mensen allemaal jouw boek serieus gaan nemen. Ja, dan hebben ze toch geen reden meer om zich aan de wetten te houden. En zich fatsoenlijk te gedragen. Dan krijgen we een nihilistische maatschappij. Dus laat die mensen nou maar in de waan. In de religieuze waan. Dat is eigenlijk veel beter dan dat je ze uit de droom verlost. Ja, dat vind ik een cynische gedachte. Dat mensen... Het is een beetje zoals Voltaire ook eigenlijk zei van... Nou ja, wij intellectuelen weten dat wel. Maar als wij praten maar als dan de bediening zijn... Even moeten we niks zeggen. Want anders dan stelen ze tafelzilver. Ja. Als God niet zou bestaan, dan zouden we moeten uitvinden. Ja, precies. Hè? Dat vind ik... Ik ben in diep principe wel optimistisch en geloof in het goede van de mensen. Dat je mensen dat gewoon... Dat je ze op kan voeden tot dit soort ideeën. Dat het helemaal niet zo moeilijk is om mensen te leren dat je geen slechte dingen doet. Omdat ze slecht zijn inherent. Waarom zijn ze slecht? Omdat ze schade brokkenen aan anderen. Ja. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Hoef je niet heel intelligent voor te zijn om dat te begrijpen. Nee, maar wat je veel hoort, dat is dat dus mensen die een beetje denken vanuit laten we het noemen, dat religieus paternalistische kader. Wat je veel hoort is dat mensen zeggen van ja, Floris, dat mag dan wel voor jou gelden. En dat geldt voor Voltaire. En dat geldt voor Baron d'Holbach, die een salon had waar al die filosofen bij elkaar zaten te filosoferen over van alles en nog wat. Maar voor de grote massa kan dat wel eens heel anders gelden. En we hebben een kosmische politieagent hebben we nodig. We hebben iemand nodig als stok achter de deur. Want als die verdwijnt, dan slaan mensen toch aan het moorden en aan het roven. Het leuke is dat empirisch weerlegd is. Als je kijkt naar samenleving met een hoogste mate, grote mate van secularisme, dus waar mensen nauwelijks nog in God geloven, dus in Noord-Europese landen, dat daar de criminaliteit historisch laag is. Dat daar de tolerantie voor anderen historisch hoog is. Dus juist het omgekeerde blijkt het geval. Dus dit is empirisch weerlegd dat hoe minder invloed van religie... Ja. Hoe moreel verantwoordelijk die mensen leven. De samenleving leven. Is. Dus ja. dit is gewoon empirisch weerlegd. Ja. Ja, en zeker. En dan zullen die mensen misschien toch nog wel zeggen... die onder de indruk zijn van dat argument dat je religie nodig hebt als grondslag van een moraal, die zullen misschien zeggen, ja, maar dat komt dan omdat daar dat nog niet helemaal is doorgedrongen. Dat seculair. Ze zijn nu wel seculier, maar de echte crisis komt nog op het moment dat men zich heel diep gaat realiseren dat inderdaad God dood is. Hè? Maar dan moet je vragen, kijk, welke religie natuurlijk altijd. Hè? Want als je de Encyclopedia of World Religions hebt, dat is zo'n reeks met boeken. En dan vraag mensen zijn altijd makkelijk over religie spreken ze, maar dan bedoelen ze vaak hun specifieke opvatting. Terwijl voor mij zijn het allemaal even onwaar. Ja. Welke religie dan? Welke religie is zinvol? Ik bedoel, welk katholicisme, dat is zelfs binnen één religie is het allemaal is het niet duidelijk wat het is. En we weten allemaal dat als je religie te veel macht geeft, dan krijg je een theocratie. En dan is het uit met de vrijheid ook van de mensen die maar een millimeter van de orthodoxie afwijken. Ook voor de andere gelovigen. Dus een theocratie, dus als religie aan de macht komt, is ook een nachtmerrie voor andere gelovigen. Bijvoorbeeld in de islam, de meeste slachtoffers van de islam zijn andere moslims. Ja. Om wat te noemen. Dus religie als een... De reden van dit boek is dat mensen in het publieke debat, ook intellectuelen, al dat soort dingen niet goed doordacht hebben. Dus het is gewoon een soort... je moet je huiswerk nou eens een keer goed doen. Ja. En het wil niet zeggen... Er worden natuurlijk duizenden boeken over religie gebaseerd. Maar eigenlijk, sinds de verlichting is eigenlijk al geen... Is het eigenlijk alleen maar een blijk van dat je huiswerk niet gedaan hebt. Dus ik heb dit gedaan als een soort huiswerkhulp voor intellectuelen. Het is er allemaal wel. Er zit geen één nieuw argument in. Dit is allemaal oud nieuws. Dus alleen de mensen hebben het niet doordacht. Nee, dus ik zie het ook voor mij als filosoof als huiswerk. Oké, nou ook jullie kunnen het ook begrijpen nu. Het is niet moeilijk. Ja.
Ja, als ik goed, ik ga het nu herformuleren, want het is belangrijk dat dit punt goed overkomt. Als iemand dan zegt, nou, we hebben toch een religie nodig als grondslag voor de moraal, dan zou je aan die persoon religie? Misschien ja. eigenlijk moeten zeggen, welke religie dan precies? En dan zegt iemand, nou ja, dat weet ik niet. En dan zegt, nou ja, als je dan weet dat die persoon katholiek is, van ja, nou. Beslist niet katholicisme, protestantisme ja. zeker. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Hè? Of je noemt een religie waar ze echt helemaal geen affiniteit mee hebben. Ja, boeddhisme toch? Dat bedoel je toch? Ja. Moet allemaal boeddhist worden, moet je tegen een christen zeggen. En tegen een boeddhist moet je wel zeggen, nee, we moeten toch allemaal moslim worden of zo. Ja. En dan begint er iets te... misschien een proces op gang te komen dat men gaat nadenken over de verschillen tussen de religies. Ik heb een boek van een Amerikaanse... religiedeskundigen tegen Stephen Protero. Dat heeft als titel, een mooie titel, God is not one. Mm. In tegenstelling tot wat veel mensen denken. Die denken, nou ja, het is allemaal... ogenschijnlijk zijn er verschillen tussen je religies. Dus je moet het je zo voorstellen. Je hebt een soort berg. En aan de ene kant van de berg, dat klimt iemand van de ene kant de berg. En aan de andere kant iemand anders. En ze denken allebei, ze kennen elkaar niet. Mm. En ze denken allebei dat ze met hun eigen project bezig zijn. Maar dan staan ze op de top. En dan zien ze dat ze allemaal hetzelfde gezocht hebben. En dan komen ze dus bij de enige ware God. En dan zien ze, ja, God is allemaal... In die zin, God is niet één, want hij bestaat gewoon niet. Er is dus wel één waarheid en dat is dat God niet bestaat. En, en ik vind het echt een van de dingen die ik gewoon als mens niet kan begrijpen, dat we in een technologische, wetenschappelijke samenleving leven. Dat ik ben echt een naïeve verlichtingsdenker, dat ik denk van hoe kan het dat mensen die intelligent zijn, redelijk hoog opgeleid zijn, of zelfs heel hoog opgeleid zijn, nog steeds in deze fabel dus geloven die nog eigenlijk in wezen niks anders zijn dan het geloof in Sinterklaas. Daar ben ik het overigens niet met je eens. Dat je, als je zegt dus dat je het niet begrijpt. Want ik kan het... ik kan het wel begrijpen in de zin dat ik wel me kan voorstellen dat er een enorm appel van uitgaat. Er gaat natuurlijk een enorme verleidingskracht uit van sommige religieuze ideeën. Bepaald niet allemaal, maar bijvoorbeeld het idee... een leven na dit leven. Als je dat maar heel vaag houdt en je probeert dat niet te visualiseren wat het inhoudt, dan is dat een, nou, is op het eerste gezicht best een aantrekkelijk idee. Dat je niet gescheiden wordt door de dood van degene. Nee, ik begrijp dat wel, maar dat het een appel heeft, maar het idee is van, ik hoop van intellectueel zijn, is dat je rationeel kan zijn, dat je zelf kan binnen de lijntjes van de reden kan houden. Ja. Ook dat je, tuurlijk kan je verlangens hebben of dingen hopen, maar die moeten altijd wel binnen een rationeel raamwerk zijn. En blijkbaar zijn mensen in staat om zichzelf een oor aan te naaien. Dat vind ik echt een leuke echt uitdrukking trouwens. Want je laat je niet een oor aan je doet naaien, het zelf. Maar je doet het zelf. En de opdracht van de verlichting is dat je zelf dat oor je niet moet aannaaien. Nee. Je moet durven te denken. Je moet zelf stappen zetten om je naar een staat van verlichting te brengen. Dat klinkt heel religieus, maar dat is het gewoon in de cultuurhistorische stroming van de verlichting. Is dat gewoon zelf denken. Ja, oude saperen. Dit vind ik het leuk vind ik om hier. Dus eigenlijk, wij hebben nu eigenlijk ook een soort salon. Hè, dit is eigenlijk gewoon het voortzetten van het project van de verlichting. Ja. En het project van de verlichting is. Ja, Dat er een groep atheïsten is natuurlijk, maar ook dat we proberen de idealen wereldwijd uit te dragen. Dus dat is ook daarom waarom ik niet een zwijgende atheïst ben, want religie interesseert me verder geen lore persoonlijk, maar alleen maar omdat het slachtoffers maakt. Kijk, ik kan wel in een hoekje veganist gaan zitten zijn, maar daarmee ban ik de intensieve veehouderij niet uit. Ik kan wel zeggen van, nou ja, ik ben in mijn persoonlijke leven feminist, maar daar help je de vrouwen niet mee. Dus dit is een project van verlichting. Je wil medestanders, je wil mensen die er ook op deze manier over gaan denken. Ja, toch? Kijk, als het over atheïsme gaat, ik ben missionair atheïst. Mijn doel is gewoon... Militant. Nou ja, militant in de zin van slachtoffers op wil komen. En dat ik ook echt wel de wereld wil veranderen. Ja. En niet dat het niet alleen maar een spelletje is van... Oké, jij bent... Wat je vaak ziet, dat het gewoon een intellectueel spelletje is. Ik ga het mij om opkomen voor slachtoffers. Dus dan, als ik ook wel eens bijvoorbeeld
geagiteerd of boos. Want ik word wel mij verweten dat ik helemaal niet vrolijk ben. Maar dat komt omdat ik een stem wil geven aan de onmondige slachtoffers. En we hebben het ook over heel veel leed. Dus, het is niet alleen maar een intellectueel spel. Nee. Ik heb zelf er geen last van. Jij leidt niet onder enige vorm van religieuze tyrannie. Maar je komt op voor de mensen die daar, die daar wel onder lijden. Ja, dus mijn interesse gaat ook. Ik heb geen inherente interesse in religie of God. Nee. Alleen maar als ethicus. Hoogstens een fascinatie. Een fascinatie voor het feit dat dit toch zo'n greep blijft houden op de samenleving. Natuurlijk opvallend is, want ik ben dan weer wat ouder dan jij, maar ik ben 62. Maar ik heb dus de jaren 70 en 80 meegemaakt. En toen leek dat die secularisatie, dat leek voor te scheiden. Ik kan me toen herinneren dat ik was toen actief binnen het Humanistisch Verbond. En er waren veel humanistische zeiden, Paul, dat is toch allemaal al een gelopen race. En Nederland is af en dat is wel een beetje veranderd, heb ik de indruk. Hè? En dat is misschien veranderd sinds 2001, 2002, zo langzamerhand. In 2001 krijgen we 9-11. Ja. In 2004 heb je de moord op Theo van Gogh. Dan krijg je dus een hernieuwde aandacht voor religieus radicalisme of religieus fundamentalisme. Ook omdat het eerst van ver weg is dan opeens terugkomt naar het Westen. Ja. En dat dus weer een gevaar is voor de open samenleving hier. Dus eerst, kijk, en dat vind ik ook een beetje zo van, misschien wat ik dan jammer vind, of misschien dat intellectuelen zijn zich met religie weer gaan bezighouden, met de New Atheist, toen het hier voor de deur stond, toen het hier kwam, toen wij er last van hadden. Ja. Terwijl wereldwijd gezien hadden heel veel mensen er altijd al last van. Ja. Dus dat is zo'n beetje, nee, ik vind dat je altijd overal op moet komen voor slag. Ook al heb je er zelf geen last van. En dan zeg je, ben je dus ook daar radicaal in. Althans, je wint er geen doekjes om. Dit is dan een boek uit een paar jaar eerder. Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke paradox. Ja, want dit is zeg maar de dit is atheïsme voor gevorderden en de oorlijke atheïst die nu uit is atheïsme voor beginners. Komt. Dit boek is bedoeld als aanvulling op de nieuw atheïstische boeken, zoals het beroemde boek van Dawkins en Hitchens en Sam Harris en Daniel Dennett, die allemaal religie diagnosticeren. Het is niet waar, één. En twee, het heeft een nefaste invloed op de samenleving, met name islam. Dat is de twee dingen welk nieuw atheïstisch boek je ook ophoudt, zit er altijd in. Ja. Maar waar het dan vaak bij blijft, dat blijft vaak bij die diagnose. Het is net als toch als je op bezoek komt bij een arts en die zegt, dit is de diagnose van wat het geval is. Dank u wel. Maar als je wil graag weten van, dit is de diagnose, wat nu dan? Hoe kom ik daar vanaf? Een strategie. Dat is dit boek van hoe komen we van religie af binnen een liberaal kader. Want dat is ontzettend belangrijk om te benadrukken dat het gaat om je mag alleen maar met liberale middelen proberen van religie af te komen. Nee, maar je kan het wel wilt proberen. Niet als een soort van Jozef Stalin een nieuw artikel in het wetboek van strafrecht. Nee, want ik ben. Wie gelooft, die gaat naar een strafkamp. Ja, maar dat zou hetzelfde zijn als je bij de dokter komt met een schimmelteen en je zegt van we kunnen bij de knie amputeren. Ja. Dat is niet wat je wil. Nee, oké. Dus je wil met. De vrijheid van iedereen. En er staat iedereen. Ja. Heeft ook recht op zijn eigen waanopvattingen, zolang je de ander daar maar geen schade berokkent. En zolang je ook zelf maar de mogelijkheden gehad hebt om dat je had kunnen weten dat die waanideeën zijn. Ja. Maar dit is inderdaad te moeilijk. Ik zeg, dit is gewoon alleen maar heel koek, wat moet ik doen? En nu heb ik in de oorlijke atheïst, wat ik gedaan heb, het grootste deel van het boek bestaat uit. Is geen theoretische boek, maar wat mensen nou echt zeggen. Kijk, als je een theoretische uiteenzetting wil hebben over de meest intellectuele argumenten voor het bestaan van God, dan kan je bij Herman Philipsen terecht met The God and the Age of Science. Wat ik heb gedaan, is een heel ander soort boek. Ja. Verzameld wat mensen nou echt zeggen. Dus van internet, van lezingen, vanuit de literatuur.
En dat kunnen heel rare, totaal idiote dingen zijn, maar die zeggen ze wel. Maar die toch een antwoord verdienen. En dat doe je trouwens op een hele inzichtelijke, coherente en ook aansprekende manier, vind ik, door vragen te stellen. Je hebt dus, zijn atheïsmeboeken niet volkomen nutteloos? Nou, dan krijg je een halve pagina antwoord. Leidt liberalisme tot atheïsme? Krijg je een antwoord. Wat is agnosticisme? En dus je stelt iedere keer vragen en dan... Nou, in gewone mensentaal geef je daar dan antwoorden op. Ik heb dat met zeer veel genoegen gelezen. Ja, want ik wil filosofie ook toegankelijk maken. In die zin, ook precies als die verlichtingsfilosofen, dat het niet een academisch iets is. Natuurlijk leun ik ook wel op academische literatuur. Maar ik vind, dit is voor een breed publiek bedoeld. Ja. En je kan ook met een breed... Eigenlijk kan je zeggen dat... Het hele denken over religie is een gefaald soort filosoferen. Want mensen proberen, ze zijn oprecht geïnteresseerd in allerlei filosofische problemen. Wat is goed en wat is de grondslag van de moraal? En wat bestaat nou eigenlijk werkelijk? Ja. En wat is, dat zijn op zich filosofische vragen. Maar eigenlijk zijn ze dus met dwaalwegen ingeslagen. Dus eigenlijk daarom is dit boek ook een soort inleiding in filosoferen. Je zou dan eigenlijk ook een ik geef je maar even een suggestie voor een volgend project. Maar je zou dan een nieuwe geschiedenis van de filosofie op moeten schrijven. Waarin je dus met name die denkers naar voren haalt. Wat in Frankrijk Michel Onfray heeft gedaan. En Etienne Vermeers en Johan Braakman in België. Hè, waarin je dus een andere filosoof naar voren gaat halen. Ook. Waarin je zegt, nou, wat minder Thomas van Aquino, wat minder Augustinus. Maar wat meer Orbach en wat meer Schopenhauer, zou ik maar zeggen. Ja. Hè, of Spinoza, ook een enorme... Ja. Goed. Ik wil een bruggetje maken naar de actualiteit, als je dat goed vindt. Tenzij je zegt, er is een bepaald punt over de oorlijke atheïst wat ik nog even nu wil maken. En wat ik niet kan maken als we naar de actualiteit gaan. Je hebt op de Post Online gisteren een stuk gepubliceerd over dit boek. Zineb El Razoui. Vernietig het islamitisch fascisme, heet dat boekje van, of een pamflet is het, van Zineb, verschenen bij Prometheus, net uit. Deze Zineb is een Marokkaanse mevrouw en die wordt in de Volkskrant aangeduid als een, ik vond het een mooie nieuwe term, als een Charlie Hebdo overlevende. Het is een beetje grappig, hè? Dat overlevende. En dan denk je, oh jeetje, ja. In januari 2015 is die hele redactie van Charlie Hebdo, die is uitgemoord. En daar was deze mevrouw, die deze Zineb, die ook werkte voor Charlie Hebdo, die was daar niet bij aanwezig door een toeval. Ze was op dat moment was ze niet in Parijs. Zij is niet neergemaaid door die... Kalashnikovs van de gebroeders Kouachi. En ja, ze is nu staat een beetje verweest in de wereld. En de band met jouw onderwerp, met jouw boek, met de oorlijke atheïst, is dat ze zichzelf ook heel nadrukkelijk presenteert als atheïst. Ze zegt dat ze atheïst is. Ja. En feminist. En feminist. En ook inderdaad interessant. Een van de redenen voor haar atheïsme is ook feminisme. Dus, dus vrouwen hebben veel te lijden onder die religie. En daarom is het beter om atheïst te zijn. En in een zekere zin zou je haar misschien ook wel... als je dus het woord moslim niet koppelt aan een religieuze overtuiging... maar aan de context waar je vandaan komt... zou je haar een atheïstische moslim kunnen noemen. Ik weet niet of ze dat zelf doet. Daar heb je een mooi stuk over geschreven. Als ik een ander mooi boek is ook wat ik je ook kan aanbevelen... voor zover ik het nog niet gelezen heb. Dat is een boek wat ook net is uitgekomen bij Nieuw Amsterdam. Een boek van Ali Rizvi... de atheïstische moslim heet dat, die wat betreft ook de benadering heel sterk op de lijn van die Zineb zit. Deze mevrouw Zineb is in Amsterdam geweest onlangs. Is in de Bali geweest, heeft daar een lezing gehouden in de Bali. Jij bent er niet aanwezig geweest, geloof ik. Ik ben er ook niet aanwezig geweest. Ik moest toen mijn eigen boek presenteren in Gent. Ik zat overigens wel in Gent toen we dus de In Naam van God presenteerden, het boek van Dirk Verhofstadt en Vermeid. Wel te denken aan, ik dacht van, dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat op dit moment is er een mevrouw
Zineb, die praat over de dingen waar wij ook over praten over in ons boek, maar dan in Amsterdam. Ja, en het verschil is dat zij direct gevaar loopt voor haar eigen leven. En nou, dat is een groot... Ongelooflijk. En dat gevaar dat heeft ertoe geleid dat ze dus nu door de Franse regering ook beveiligd wordt. He, ze noemt zichzelf de best beveiligde vrouw van Frankrijk, die Zineb. Is uitgenodigd door de Bali om daar een lezing te houden. En wat zie je dan? Ze mag haar, heb ik begrepen, haar beveiligers mocht ze niet meenemen. Ja. Dus, ja, dat is... De Bali heeft vervolgens aan de autoriteiten gevraagd... en gaan jullie dan die beveiliging regelen? En daar is een onduidelijk antwoord op gekomen... Ja. Want ze willen geen beveiligers ter beschikking stellen... die aanwezig zijn in het gebouw. En ze hadden ook op basis van hun risicoanalyse gezegd... dus de Nederlandse autoriteiten hadden gezegd... nou ja, die mevrouw loopt onvoldoende gevaar... om door ons zo zwaar bewaakt te worden. Ja, dat wat moeten we hiervan vinden, Floris? Nou ja, we nemen... houd niet het gevaar van... Er is gebleken dat je dat met de hele redactie van Charlie Hebdo... dat je dat gevaar dus wel degelijk lopen. Ja. En in Nederland met Theo van Gogh. Gebleken gevaar. Wat ik echt vreselijk gedachte vind... is dat er dus moslimmannen rondlopen... die dus als ze überhaupt ook de gelegenheid krijgen... dus je hebt moordenaars die er verzoeken, maar ook dus de gelegenheid dat er dus mensen zijn die echt bereid zijn ook gewoon om iemand te vermoorden. Ja, dat ben ik ook met je eens. Maar wat ik blijf nog even bij die Nederlandse overheid. Ja, wat is er nou mis met die Nederlandse overheid? Dat ze dus na de moord op Theo van Gogh in 2004... ondanks het feit dat ze een Nederlandse politicus 24 uur per dag, 7 dagen in de week met 8 beveiligen. Wat beweegt nou die Nederlandse overheid om niet mee te werken als er een mevrouw komt die datzelfde gevaar loopt uit Frankrijk? Dat is toch eigenlijk ongelooflijk? Moet niet de minister van Justitie... Ik had het misschien aan andere gasten moeten vragen... maar die in het staatsrecht zitten. Maar moet ook niet de minister van Justitie, Grapperhaus... die zou toch naar de Kamer gehaald moeten worden... en zeggen van ja, hoe verklaar... want die is daar toch verantwoordelijk voor, voor deze hele gang van zaken. Kijk, een open samenleving, we leven in een open samenleving, gelukkig... maar die wil niet zeggen dat die moet je ook verdedigen... En een van de dingen die je moet verdedigen is de vrijheid van expressie. En dat betekent ook dat je die ook echt moet verdedigen. En tot 20 jaar geleden, minder lang, tot 15 jaar geleden, hoefde je die niet echt te verdedigen. Iedereen kon gewoon zeggen wat hij wilde. Maar dat is dus veranderd. En er zijn nog steeds naïevelingen die ook denken er wordt af en toe geroepen dat de bescherming van Wilders dan opgegeven moet worden. H.J.A. Hofland deed dat bijvoorbeeld. De bekende NRC-journalist is inmiddels overleden. Maar die heeft dat een keer in het programma Pauw gezegd. Laten we nou eens beginnen met die beveiliging van Wilders. Want dan gaat hij eens nadenken over... Ja, dat is gewoon een doodvonnissteken. Ja, dat is inderdaad een... Maar dan niet alleen aan de persoon, maar ook aan de vrijheid van meningsuiting. Want het los, dan moet je ook beseffen... Dus het gaat ook nooit om wat een persoon zegt, maar alleen... In de samenleving gaat het om iedereen moet alles kunnen zeggen. Ja, binnen bepaalde morele kaders. Maar je hoeft het ook niet mee eens te zijn. Je hoeft ook niet daar te discussiëren. Je moet gewoon zorgen dat gewaarborgd wordt. En in Nederland hebben we dus... ook een van de problemen is dat... Er is al zo'n censuur dat je al niet... die Mohammed-cartoons kan je niet publiceren in de krant. En niemand wil zich er meer... Of in een boek wil zich daaraan branden. Dus in die zin... Dus is het, en begrijpelijk natuurlijk. Ja, begrijpelijk, maar heeft de open samenleving al een deuk opgelopen dat dus mensen beschermd moeten worden? We moeten daar echt hard voor waken. En het is een glijdende schaal, want we zien dus dat er allerlei symptomen komen dat het misgaat. Het salafisme, dus de orthodoxe islam, komt op ook. En we doen er maar te weinig aan. Dat is raar. Mensen hebben moeite met hoe je die vrijheid van meningsuiting moet verdedigen. Want dat is een soort paradoxaal. Waar moeten we dan grenzen stellen? Dus dat is ook iets waar je over na moet denken. Dat is een van de belangrijkste
punt, en daar kom je dus ook die clash tussen religie en samenleving, waarin dat secularisme dan is en hoe sterk je dat benoemt. Maar, en het gek genoeg is, mensen, de politici willen niet de harde noten kraken. Want nee, een van de dingen die je zou moeten doen, concreet dus mensen die gevaar lopen, altijd beschermen. Hoeveel dat kost, want dat is niet de kosten voor, dat is de kosten van de open samenleving, dat is onbetaalbaar. Maar ook, dus niemand, het is makkelijk om links de schuld te geven, en die doet ook veel, maar rechts wil ook niet artikel 23 uit de grondwet, waar je nou eindelijk een einde kan maken aan islamitisch onderwijs. Ja. Maar ik wil nog even blijven dus bij dat terrorismeprobleem. Want dat is dan in feite waar we het over hebben. Hè? Ik moet je wel zeggen, er is een klein lichtpuntje. Ik werd ook weer helemaal depressief toen ik dat allemaal weer hoorde. Van dat gedrag van die Nederlandse overheid rond zo'n beveiliging van zo'n mevrouw Zineb. Dat is toch ongelooflijk. God geklaagd zou je kunnen zeggen, wat misschien wel aardig is om de je had er niet aan denken dat hij vermoord zou zijn. Nee, precies. Maar er is één ding wel weer interessant, en dat brengt ons ook weer bij de oorlijke atheïst. Dat is, ik heb dat pamflet van deze Zineb gelezen, jij dus ook, want je hebt er over de post online een mooie recensie van geschreven. Ik heb ook dit boek geschreven, De Atheïstische Moslim. Ja, ik heb ook een ander boek nog gelezen van Jeannette Bougrab. Dat is de vriendin van Sharp, van de voorzitter van de redactie van Charlie Hebdo, die dus vermoord is. En die Bougrab die kijkt daarop terug. Zij is zelf ook Française en minister geweest in de regering Sarkozy. Ik heb het boekje van Sharp zelf gelezen. Hè. Er is wel, wat je kunt zien, dat is dat er wel een, in Frankrijk althans, een besef groeiende is dat terrorisme valt niet één op één samen met een religie, maar er zitten wel religieuze kanten aan het hedendaagse terrorisme. Ja. En dat is heel vreemd. Iets wat in Nederland totaal niet bij terrorisme-deskundigen door is gedrongen. Het valt mij altijd weer op als je die Nederlandse terrorisme-deskundigen spreekt en hoort, en je ziet ze in praatprogramma's zitten, dan is het allemaal, zeggen ze, ja, het heeft te maken met marginalisering van die mensen, die terroristen dan. Of ze zijn arm, of ze zijn verdrukt, of ze hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Van alles wordt er uit de kast getrokken. Maar nooit de manier van denken van die mensen. Dat ze dus ideeën in hun hoofd hebben, die daarin geplant zijn door de religieuze gemeenschap en de grote ideologen van het terrorisme, dat speelt naar het oordeel van Nederlandse terrorisme-deskundigen eigenlijk geen enkele rol. Dus daar ligt ook, denk ik, een beetje een pedagogische opdracht. Dat ook daar, denk ik, dat jouw boeken een rol zouden kunnen hebben. Ja, ik hoop het dat mensen, dat de religie is wel iets om serieus te nemen. Dat weet jij dan, zit in de jaren, mensen die opgegroeid zijn in de jaren 70, 80, dat ze dachten van ja, religie is niet meer iets serieus en laat die mensen toch. Maar dat religie dus ook echt negatieve gevolgen kan hebben en dat het ook mensen het ook serieus nemen. Heel veel mensen kunnen dat dan ook niet geloven. Dat terroristen echt dat geloven of daardoor. Ja. Maar ja, zoals jij in jouw werk, in de naam van God bijvoorbeeld, heel erg laat zien dat wel het geval is. Als je kijkt naar wat ze schrijven. Ze hebben binnen het paradigma een consistent verhaal wat zij doen. En het akelige is dat de radicale gelovigen een consistente verhaal hebben dan de gematigde gelovigen. Ja. En dat is een soort je wil eigenlijk dat ze niet consistent zijn. Dat als er staat stenig vrouwen, dat is de bedoeling. Nee, dat moet je niet zo lezen. Of dood ongelovigen. Dan krijg je een verwijt. Jij denkt net als de fundamentalist. Zo denken de fundamentalisten namelijk ook, Floris van den Berg. Die vinden ook dat heel consistent. En jij vindt dat dus ook consistent. De fundamentalisten zijn consistenter dan de liberalen. Terwijl ik ethisch gezien natuurlijk dichter bij de liberalen sta. Ja. Maar dan denk je net als de fundamentalist. Dat is het verhaal wat je hoort. Ja, maar dat is het probleem. Wat is een fundamentalist? Ik bedoel, een fundamentalist is iemand die een verhaaltje volgt tot de logische grens. En dan welk verhaaltje heb je? In die zin ben ik ook een fundamentalist. Ja, ja, die moet wat ik bedoel is dat je het ja, ik snap je wel. Maar ik je hoort het zo verschrikkelijk veel dat ik het interessant vind om dat hier nog even op te brengen. Kijk, de fout die er naar mijn smaak gemaakt wordt, dat is misschien als volgt te illustreren. Als je zou zeggen, het nazisme is een gewelddadige ideologie,
dan zal misschien Hitler dat ook vinden. En, ja. en Goebbels ook. En Göring ook. Die zal misschien zeggen, ja, het is een gewelddadige ideologie. Als ik dat ook vind, maakt dat mij nog niet tot een nazi. Nee. Ik constateer alleen dat ten aanzien van deze ene diagnose... ze gewoon gelijk hebben. Zoals als Hitler zegt 2 keer 2 is 4. Dan moet je niet gaan zeggen, nou nee, dan moet het wel 5 zijn. Ja. Nee, ook hele verkeerde mensen zeggen soms iets goeds. En zo is het ook met fundamentalisten. Als fundamentalisten zeggen, volgens mij, ik ben door mijn religie gemotiveerd. En ik denk dat ik handel in opdracht van God. Dan moet je niet gaan zeggen dat omdat het een fundamentalist is. Van, oh nou, dan zal het wel niet waar zijn. Dan zal het wel aan de werkgelegenheidssituatie liggen. Of aan, nee, dat moet je gewoon niet doen. Je moet zeggen, nou, dan heeft hij in dat opzicht heeft hij gewoon gelijk. Ja, dat is ook belangrijk om even van wat is religieus zijn? Want de liberale gelovigen die hebben een soort claim dat die zeggen van alleen maar wat in mijn straatje past is religieus en alles wat niet in mijn straatje past is niet religieus. Dus die kappen, bijvoorbeeld Karen Armstrong is de een van die zegt alles wat fundamentalistisch is of alles wat gewelddadig is, is niet religieus. Dus wat die mensen ook zeggen, al springen ze hoog en laag en doen ze de hele dag, zitten ze in de Koran te lezen, ze zijn niet religieus volgens deze gematigde mensen. Maar als atheïst, als je helemaal buiten staat, dan is iemand religieus die zegt dat hij religieus en religieuze handelingen verricht, die is religieus, zeg maar. Want we hebben een heel scala aan religies en ja, wie ben jij om te bepalen wat religieus is? Ze zijn allemaal religieus. Wie zijn wij om te bepalen wat de echte christen is? Ja. Dus we moeten gewoon... Dus het is te makkelijk van de mensen om dat te zeggen. Nee, alles is alleen maar wat vriendelijk is religieus. En wat niet vriendelijk is niet religieus. Ja, dan, dat is een semantische schijnoplossing. Ja. Ik vind dat wij een hele hoop aan de orde hebben gesteld, Floris. Ik wilde een beetje naar een einde van ons gesprek gaan toewerken. Ik vond het... wil je nog iets inbrengen? Nou ja, het einde vind ik wel leuk om waar we nou naartoe werken. Het is ook belangrijk om te zeggen dat volgens mij wij, als je zegt, het is een project van de verlichting, ook echt ergens naartoe werken. Ja, zeg. Dit zijn niet zomaar boeken omdat het leuk is, omdat wij dat we nou eenmaal doen. Maar hopelijk om een ommekeer in de samenleving, in hoe we naar religie kijken. En daar bedoel ik niet mee dat we opeens religieuze mensen met de nek aan moeten kijken. Maar dat we wel de discussie aan moeten gaan. En ook het taboe dat er ligt dat je mensen mag bekritiseren op hun ideeën. En ook dus, kan je misschien de parallel trekken bijvoorbeeld met het communisme? Dat je dus kunt zeggen, nou, het communisme als leer is verkeerd. Of dat heeft zich als verkeerd ontpopt. In de jaren 60, 70, 80 had je natuurlijk een discussie. Met het vallen van de Berlijnse muur is dat communisme niet meer zo'n bedreiging. Maar in de jaren 70 was er een discussie mogelijk over het communisme. Ja. Als die communisten dan hadden gezegd, ja, maar dat is kwetsend voor ons om onze wereldbeschouwing te kritisch door te lichten, dan zou het antwoord moeten zijn, we moeten alles kritisch doorlichten. Ja. Dus ook de communistische levensbeschouwing, ook die van mij, ook het liberalisme, alles. Nou, zo heb je dus niet alleen het recht, maar ook de plicht om ook een religieuze wereldbeschouwing kritisch de maat te nemen. Zoals je alles kritisch de maat neemt, waarom zou je een uitzondering gaan maken voor religie? Maar ze hebben dus de troef van het kwetsen, zoals jij noemde, de troef van als je mij kwetst, kwetsen is de troef. Ja. Racisme is een troef, om te zeggen. Ja. En dan ook nog de waarlijke geweldsdreiging is ook nog een troef. Van, nou ja, maar dat zijn drie troeven die het erg moeilijk maken om religie en met name islam te bekritiseren. En eigenlijk een beetje de andere geloven die profiteren er ook een beetje van. Die is zo van, het wordt ook moeilijker om dat dan te bekritiseren. Ja. Maar wat ik hoop is dat gewoon heel concreet dat we in Nederland nou een paar dingen verbeteren. 1, dat we artikel 23 uit de grondwet halen. Dat is even voor de kijkers. Artikel 23, dat is het wetsartikel in de Nederlandse grondwet. Dat aangeeft dat het zogenaamde confessionele of het religieuze onderwijs op voet van gelijkheid bekostigd wordt met het seculiere of het openbare onderwijs. Ja, dus ik vind dat er alleen maar openbaar seculier onderwijs moet zijn, wat je dan kan divergeren op onderwijskundige gronden. Ja. Dat is één. Dus artikel 23 uit de Nederlandse grondwet. Dus dan hebben we ook geen problemen meer met islamitische scholen of orthodoxe. Ja. 2, dat belangrijk ook dat jongerenbesnijdenis verboden gaat worden. Ja. Dat zowel voor Joods als islamitische. Dat zijn heel concrete dingen. Ja. Ja, en 3, ook dat we
dat we de geweldsdraging van de islam heel serieus nemen. En dat we iedereen beschermen waar nodig is. En okay, dat debat entameren. Dankjewel. Nou, ik vind een hele mooie afsluiting. 3 hele duidelijke actiepunten. Laten we hopen dat het ervan gaat komen. En laten we hopen dat de olijke atheïst dat we vandaag besproken hebben, dat daar een bijdrage aan kan Ik hoop op een olijke leveren. Wereld. Goed zo. Dankjewel. Graag gedaan.